In mijn vak geeft het heel erg veel voldoening wanneer ik bijvoorbeeld een mooie badkamer oplevert en achteraf krijg ik nog eens een leuke mail of een berichtje van we genieten nog steeds zo mooi van jouw badkamer. Ja, dat is toch fantastisch. Momenteel kunnen we eigenlijk het werk niet aan. Het is een luxe probleem. Dus na de eerste crisis is er een tweede crisis ontstaan in de bouw. Te weinig mensen. Ik zou iemand mee willen geven die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit vak. Schroom niet, doe hier aan mee. Er gaat een wereld voor je open. Er is ontzettend veel werk te doen. Het is een vak wat zeker niet uitsterft en wat altijd blijft. Hoeveel computers en apparatuur we ook allemaal zullen bedenken. We blijven mensen nodig hebben die dit uit gaat voeren en dat is over 100 jaar nog steeds zo. Er is altijd toekomst in het vak.